De vraag is gewoon, hoe komt het om van een nieuwe inspiratie om jou te helpen aan je grenzen om dingen te ontwikkelen zoals de ja, er zijn vele leveranciers natuurlijk in de markt, waarvan Don toch wel een beetje uitspringt. Ze houden heel veel contact hebben ze met de markt, waardoor de producten die dan Don op de markt brengt, daar ben ik dan heel erg in geïnteresseerd. En jij hebt mij dat heel netjes uitgelegd hoe dat werkt ja. En wat voor producten dat waren. En toen heeft Lax bij ons in de bakkerij die producten gemaakt. En ze staan vandaag voor het eerst in de winkel. En ik ben benieuwd wat de klanten ervan gaan vinden. Het fijne van Don is dat ik dat jullie me niet alleen helpen met het product, maar ook hoe het product gemaakt moet worden, hoe het product gepresenteerd wordt in de winkel. Ik krijg daar ook een kostprijsberekening bij, wat zeg maar de kosten zijn, aangezien er in Nederland toch wel het vakkennis gaat steeds verder ten onder. Dat houdt in dat ik toch vakkennis mis en het is heel fijn dat een leverancier een product kan leveren waar ook nog een goede marge op zit en dat ook relatief makkelijk te maken is voor wat minder geschoolde mensen. Je ziet dus dat met name de Nederlandse welvaart er ook voor zorgt dat mensen ook buiten de grenzen van Nederland, zeker Europa, komen. Waardoor ze het product zien in het buitenland of het verre buitenland. En daar krijgen we dan ook vraag naar. Kijk, neem de America's Cookies, zeg maar, die ook in de Antwerpen horeca aangelegenheden ook geleverd worden, genomen worden. Dus ja, de klanten komen ook bij ons, ja. Zeg maar, om te vragen, ja, wat moeten wij, wij willen ook American cookies of cakes of noem maar op. De keuze die ik maak voor een leverancier, is, die stel ik heel, dat is heel hoog. Ik ga niet met een leverancier voor een zakje A of B, of 10 halen, 5 betalen, of wat dan ook. Ik wil een relatie met een leverancier hebben die lang duurt. En we kennen elkaar nu 3, 4, 5 jaar, geloof ik. En het groeit en het groeit en dat is heel fijn. Dus ik zoek meer een partner in een leverancier dan een grondstoffenleverancier. Ja.